en Olympisch kampioen. En tussen Marko Spittka, nog van de Oost-Duitse school mag je wel zeggen, 26 jaar. En dus tot op het eind van zijn tienerjaren in de DDR opgeleid. Toenmalig DDR. En hier ga je duidelijk zien dat Spittka alles gaat toeleggen op die zeer strakke en stevige kumikata. Zeer stevig vastpakken van zijn partner. En de Koreaan die dat wel weet en die het waarschijnlijk een beetje meer op de finesse, van de finesse en de fijne techniek zal moeten hebben. Spittka met de rode gordel voor alle duidelijkheid. Zilveren medaille op de Olympische Spelen, Marko Spittka. En die Spittka is zeer sterk. We stonden toen in de halve finale ook al tegenover elkaar. En toen won de Koreaan. Anders kon hij geen Olympisch kampioen worden natuurlijk. Met een Uchimata na iets meer dan 1 minuut. En dus de opdracht van Spittka is zeer simpel. Alles zeer gesloten houden. En hopen dat de Koreaan er met een grote beweging probeert in te komen. En dan simpel met een kleine haakbeweging of het beentje meenemen. En zo te scoren. Dus feitelijk een beetje meer op de counter dan op de aanval. Bestraffing voor Spittka. En wat ja, een beetje snel gegeven is. Maar het is duidelijk dat degene die probeert te scoren wel de Koreaan is. Spittka heeft er alle belang bij van de kamp gesloten te houden. Maar moet af en toe toch ook wel eens aanvallen, zoals hier. Dan is bij weinig overtuiging. Gaat wel snel op de buik en dat is natuurlijk niet goed. Het antwoord gaat niets gebeuren. En de Duitse coach geeft aan Spittka dat hij moet versnellen. Dat het tempo veel te laag ligt om de Koreaan in gevaar te brengen en het moeilijk te maken. Spittka 5 jaar geleden Europees kampioen, maar daarna niet meer op het podium van een Europees kampioenschap. Heeft een beetje geduurd tot in Atlanta, voor hij eigenlijk echt terugkwam. Spittka heeft eventjes geprobeerd om te laten zien dat de Koreaan zijn aanval niet stevig genoeg was. Dat hij feitelijk een strafpunt moet krijgen, maar dat was een beetje te snel gevraagd. En wie krijgt een bestraffing? Misschien de Koreaan. Nee, beide. Ah, het is alleen voor Spittka, vind ik nog juist ook. Ze zouden eventueel de Koreaan kunnen bestraffen omdat hij nogal laag aanvalt. Maar Spittka geeft hem ook geen kans en opnieuw om grote bewegingen aan te zetten. De aanval van Jeon, de Koreaan. Dus weer die Uchimata. Die hij daarnet ook al eens probeerde. Het is een specialiteit en die zeer goed kan. Maar Spittka laat niet veel ruimte. Vandaar die Chui. Hij probeert toch die Koreaan. En nu kunnen ze wel zeggen van ja, hij springt op zijn knieën. Maar Spittka geeft geen enkele kans om ook maar een andere beweging aan te zetten. Spittka doet niks. Echt niets. Hij gaat nog nieuw een bestraffing krijgen, denk ik. En echt logisch. Kan niet anders. Ja, dat vind ik Shido voor Jeon ook nog. Dat is toch wat licht toegekend. Ja, wat kan die anders doen dan proberen. Ook al bots je op een muur. En Spittka moet nu iets doen. Als hij nog een bestraffing krijgt, mag hij naar huis. Ja. Ik vind, dan kan je toch beter gegooid worden dan... Ja, probeer dan toch er iets van te maken. Want zo, die medaille is al binnen en probeer toch te scoren om kampioen te worden. Want een opening zal hij denk ik niet meer vinden bij... de Koreaan. Nee, zeker niet als hem aan dit tempo voortdoet. Want dat is echt een gezapig tempo feitelijk. En daar kun je de Koreaan dus niet mee destabiliseren. Het groen is buiten voor alle duidelijkheid. En de Koreaan zou ook gek zijn als hij volledig ten volle zou aanvallen. Want dan gaat die Duits natuurlijk overnemen. Het is aan de Duitser om uit zijn schijf te komen. Maar wat precies niet van plan is. Nog een goede minuut. En de Duitser zal toch van tactiek moeten veranderen. Van manier van vechten. Om er nog iets aan te veranderen. Want zo domineert de Koreaan. En weer een mooie aanval van de Koreaan. De Duitser heeft de wedstrijd zo gesloten mogelijk gehouden. Maar de Koreaan heeft toch wel echt de beste bewegingen aangezet. Nog 40 seconden. En Jeon neigt op weg naar een nieuwe wereldtitel. Ja. En de bevestiging dat hij de beste is in de categorie tot 86 kilogram. Wereldkampioen, olympisch kampioen en opnieuw wereldkampioen. Maar nu toch Spittka. De eerste beweging van Spittka in deze finale. Op 30 seconden van het einde. Ik vrees dat het te laat is. Ik vrees voor de Duitsers dat het te laat is. Als de Koreaan niet gek doet. Nog 15 seconden. Zouden beide weer een strafpunt kunnen krijgen feitelijk. Er wordt niet veel gedaan. Dus, in een gewone wedstrijd zonder die Keikoku zou die het strafpunt er al lang zijn, denk ik. Nu wachten ze nog eventjes. En het zou kunnen dat hij er nu gaat komen op 2 seconden van het einde. Dat is niet nodig. Ja. Nee, dat is niet nodig. Jeon wint en is wereldkampioen. Ja. Duidelijk gedomineerd. Hij probeerde judo te maken, Spittka niet. 3-maal wereldkampioen. En we gaan in elk geval daarom niet een beter kamp krijgen nu, maar meer sfeer in de zaal. Voor de volgende kamp tussen Gella Vandecaveye en Séverine Vandenhende. De Fransen hopen op Vandenhende, wij hopen op Vandecaveye. Ze komen uit dezelfde streek eigenlijk min of meer. Vandenhende uit het noorden van Frankrijk. En Gella Vandecaveye uit West-Vlaanderen. Vandenhende uit Guichy. In Noord-Frankrijk. Gella Vandecaveye uit Zwevegem. Jeon krijgen we nog te zien. Vandecaveye straks met de rode gordel. Vandecaveye een half jaar ouder dan Vandenhende. We krijgen nog eens die aanvallen van Jeon te zien. Vandecaveye wereldkampioene 4 jaar geleden, brons 2 jaar geleden, zilver in Atlanta. Zilver op het Europees kampioenschap in Athene, goud in Gdansk. Brons in Birmingham in 1995 en dan 2 keer op rij weer Europees kampioene. En Vandenhende alleen 3e in Oostende. En toch ook wat Belgische supporters die zich roeren.